Dus vandaag ga ik jullie de waterdikkels uitleggen. Wat heb je daarvoor nodig? Is uiteraard je fantasietje zelf. Hier heb ik nu gekozen voor een schelpmotiefje. Maar je hebt ook hier, zoals je ziet in mijn album van postzegels, tal van andere mogelijkheden. Dus eigenlijk kan je daarin heel ver gaan en heb je heel veel verschillende kleuren en geuren en van alles en nog wat. Oké, dus je fantasietjes heb je nodig. Overigens een potje met water. Best van alles lauw tot een beetje warmer water. Een pincetje om heel fijn te kunnen werken. En je schaar om je motiefje te gaan uitknippen. Oké. Dus we starten sowieso eerst met je patroon dat je wilt hebben uit te knippen. Want als je hem volledig in het water zou leggen, ja, dan is de helft verloren. Hè? Dus dat is al een belangrijke fase. Voilà. Dus deze ga ik nu vandaag gebruiken. Oké. Ik heb hier net een folietje die ervan is losgekomen. Die folie ligt daar altijd op ter bescherming van je fantasie. Die moet eraf alvorens dat je je fantasie in het water legt. Waarom? Stel dat je het erop laat, zo ben ik het in het begin tegengekomen. Je wilt het eraf halen en je fantasie hangt eigenlijk aan je plasticje in plaats dat je hem op de nagel krijgt. Dus heel belangrijk, dat is echt een punt dat je niet mag vergeten. We gaan nu ons fantasietje in water leggen. En we laten het daar 60 seconden tot 90 seconden eventjes in rusten. Als je water warm genoeg heeft, kan het eigenlijk zijn dat je met 30 seconden al voldoende hebt om je fantasie van het kartonnetje te halen. Dus wat gebeurt er eigenlijk nu in dat waterpotje? Het kartonnetje verweekt, waardoor dat je plastieke velletje met je fantasie er heel snel van loskomt. We gaan proberen hem wel uit te halen. Voilà. Oké. Hoe komt het er nu af? Normaal gezien, als je heel voorzichtig schuift, trek je zo het fantasietje eraf. En nu ga je hem echt gaan positioneren op de nagel. Die lijn daaronder, daar moet je nu eventjes niet op letten. Dus voor mij is het eigenlijk echt belangrijk dat je de techniek zelf ziet. En eigenlijk vind ik het ook nog helemaal niet verkeerd op die manier. Wat is er nu belangrijk? Dat je heel voorzichtig, liefst met een zelfstofwatje, dat is hier een gewoon watje, eventjes gaat aandrukken, zodat al het water opgelost of wegtrekt in je watje. En dat je eigenlijk zodanig je fantasietje heel snel laat kleven op de natuurlijke nagel. Wat ga je hierna doen? Even topcoat over, ofwel een glanslaag in de gel. Dus eender wat. En dan is je fantasie op die manier ook heel eenvoudig, heel speciaal en eigenlijk ook altijd wel uniek. We gaan over dan even naar de volgende. Dag!